Dat vond ik dadelijk. Mañana. Dat waren Leonard Cohen en de Buena Vista Social Club. Ah, heb ik dat goed? Sí. Inderdaad. Ja, zijn mooie nummers toch? Ja, ik ben het helemaal met je eens. Maar jij hebt ze uitgekozen, dus jij mag er wat over vertellen. Oh, ja, Leonard Cohen, ja, dat is... daar luistert mijn vader altijd naar. Die is dood, dus dat doet me altijd een beetje aan mijn vader denken. En de Partisan, dat gaat over een soldaat. Die heeft gevochten. 'S Ochtends was hij nog met 3 vrienden. En nu is hij nog maar in zijn eentje. En hij zegt van die dingen, ik heb mijn naam zo vaak veranderd, ik heb mijn vrouw en kinderen verloren, maar ik heb veel vrienden. En sommige van hen zijn nog bij mij. Dus heel melancholiek en een beetje treurig, maar het gaat eigenlijk uiteindelijk over vrijheid. Want die partizanen die vochten over de grenzen, die trokken van land naar land om te vechten. Dus het gaat ook heel erg over vrijheid. Daar eindigt het ook mee. Freedom soon will come, then we'll come from the shadow. Mooi toch, ja. En Dos Gardenias Parati, ja dat is gewoon een smarte lap, hè. Maar wel mooi, wel een hele mooie smarte lap. En doordat het Spaans is, is het niet zo aanstootgevend als wanneer Koos Albert het zou zingen. Maar weet je wel wat er wordt gezongen dan? Ja, dat weet ik vrij goed. Ik kan wel een beetje Spaans. Het gaat over 2 gardenias, dat zijn van die bloemen. En Dos Gardenias die geeft die aan een vrouw. Maar ze verwelken al heel snel, want ze heeft hem verraden voor een nieuwe liefde. Hey, erg, hè? Hey, ja, dit is zulke dingen gebeuren hoor. Ja, nee, dat ongetwijfeld, maar... Er wordt veel gedichten over geschreven. Ja, maar dat is wel een beetje de tendens. Want je hebt ook Jeff Buckley, om even een tipje van de sluier op te lichten, heb je meegenomen. Je hebt Smashing Pumpkins meegenomen. Het zijn dan niet echt de meest vrolijke bands. Nee, dat klopt. Ik vind eigenlijk treurigmuziek meestal mooier. Waarom is dat? Ja, weet ik niet. Het spreekt me meer aan. Dan heb ik het gevoel dat het dieper gaat. Misschien is dat helemaal niet zo. Want eigenlijk vrolijkheid zou schrijf je wel eens vrolijke gedichten? Bestaat zoiets als vrolijke poëzie? Die bestaat wel, ja. Maar is wel veel zeldzamer. Gaat het dan verder dan Hans Andreas? Of, die vrolijk? Ja. Ja. Die heeft toch wel een beetje van die vrolijke... Nee, kijk, een heleboel poëzie is zowel droef als vrolijk. Vaak zit er iets van humor in of iets grappigs. En tegelijkertijd iets droefigs. Maar zoals in het leven. Prachtig. Het wordt al heel poëtisch. Maar... is het dan ook zo dat de vrolijkere gedichten dan ook minder diep gaan en minder goed zijn in jouw ogen? Nou, ik vind dat humor op zich net zo belangrijk en waardevol is als het droevigs. Maar ja, nee, er zijn een heleboel gedichten die grappig zijn. Bijvoorbeeld Light First van die rijmpjes en zo. Zoals Driek van Wissen de dichter des Vaderlands maakt. Dat is allemaal, ik vind het allemaal wel grappig, maar het raakt toch niet zo diep. Dingen die met het leed te maken hebben of zo. Met serieuze dingen van het leven, die raak je toch vaak dieper. Maar je moet het allebei hebben. Maar is het dan niet een beetje contradictie dat het poëziecircus klinkt super vrolijk. Ik zie vormen vliegende olifanten. Clowns. Clowns, trapezen. En dan gaat het toch wel heel diep en melancholisch en zo een beetje. Toch? Nee, dan moet je maar eens komen kijken. Nee, het gaat ook om hoe je het brengt, hè. Hoe die dichters het voorlezen. En zoals ik al zei, misschien zit er wel een ondertoon van droefheid in. Of zit dat ergens ook in het gedicht. Maar er zitten ook grappige kanten in. En er wordt natuurlijk heel veel gespeeld met de taal. Wat juist weer heel levendig en leuk maakt. Eigenlijk is poëzie juist bedoeld om al die droeve dingen, al die vervelende dingen van het leven, een plaatje te geven en te overwinnen. En van daaruit juist in iets positiefs en iets moois te komen. Maar als we allemaal heel creëren. Maar om er even erop door te zagen. Als we nou allemaal heel erg gelukkig zitten te zijn met z'n allen, dan hoeven we geen gedichten meer te schrijven. Nee, dat klopt. Ja, dat is waar. Als alle dichters gelukkig waren, dan zouden ze heel weinig produceren waarschijnlijk. Dus eigenlijk, misschien moet het poëziecircus, ondanks de naam, toch maar een beetje dat melancholische omarmen in plaats van te zeggen, maar het is ook heel gezellig. Of heb ik dat mis? Ja, maar dat circus, het circus staat meer zeg maar, voor de bonte boel van dichters die daar staan. Finks is aangeschoven, dames en heren luisteraars. Dus het staat meer voor de bonte boel, toch? Gewoon van het gaat over van alles. De een is heel zwaarmoedig en de ander is inderdaad lichtvoetig. En het circus duidt meer daarop, denk ik. Ja, we hebben ook wel eens echt grappige dichters, dus... Ik vind jou wel grappig, namelijk. Nou ja, soms misschien wel. Soms maar ik heb ook wel hele serieuze gedichten, maar ik kan wel ja, soms heb ik ook grappige gedichten, ja. Maar jij bedoelt dus dat het circus, dat meer slaat op een soort chaotische mix van allerlei stijlen. En ook de presentatie. De presentatie is vaak een beetje raar. Kijk, bij een heleboel van die dichtevenementen heb je hele serieuze thema's. Maar wij hebben thema's als, weet ik veel, wie zorgde voor de goudvis deze zomer? Of we hebben een keer een thema gehad, alle eendjes. Laatst hadden we als huisdieren. Thema's ja, met vaak dieren ook dieren. En zo. Ja.
Wat hadden we nog meer? Ja, botten hadden we, dat is wat serieuzer. Maar dat was dan botten in de zin van uitbotten, dus dat was in de lente. En nou, ik heb het allemaal niet paraat, maar meestal hebben we een vrij ludiek thema. En in de presentatie proberen we het dus, of nou ja, daar maken we het gewoon luchtiger in. En we kondigen die dichters vaak op een andere manier aan. En we hebben gewoon dichters die een goede presentatie hebben, een goede performance, waardoor het niet allemaal zo zwaar wordt. Dat is wel de key, zeg maar. Ja, het, inderdaad. En Finks is er ook. Finks hebben wij ook, ja. Is aangeschoven. Finks, wat is jouw rol in dit geheel? Ik mag de liedjes maken dan voor de gedichten. Er zijn al in zo'n battle, zo'n poetry slam, dan wint er iemand, zeg maar. Dan doen er 8 mee en dan de tweede ronde zijn er nog 5 en dan de laatste ronde blijft er eentje over. En er zijn iets van 8 rondes in totaal, dus heb je 8 winnaars. En ze winnen onder andere geld, maar ook dat je dan je liedje op muziek krijgt. En dat, die muziek, daar ga jij dan over? Dat doe ik dan, ja. Ja. Dus je maakt niet van alle 8 deelnemers, maar alleen de winnende die krijgt een liedje van jou. Ja, de winnende krijgt een liedje, ja. En dat is wel een mooie prijs. Ja. Het is wel origineel, het is iets anders dan een boekenbon. Nou ja, dat was ook het ding. Typisch poëziecircus. Maar dat is ook typisch poëziecircus inderdaad. Gewoon, Bonteboel. Ik denk dat dat een goede verzameling is. Gewoon Bonteboel van dingen. Ja. We hadden al een nummer van jou gehoord. Het openingsnummer van dit uur was dus Het Zingen. Ja. En was dus een winnaar van een vorige circus of iets dergelijks? Ja, sterker nog, dat was, je hebt dus een zinnenslam had je in de Stadsschouwburg. En dat was dan, dat is zo'n poetry slam. En dit was de winnaar ook zelfs, Krijn-Peter Hesseling, die er vrijdag ook is. Ja, die treedt vrijdag ook. Die treedt vrijdag op. En die heeft ook, zeg maar, uiteindelijk in 2006 gewonnen. En zijn teksten. Dat gaat dan, schrijf je een aantal teksten. En dan mag je zelf een beetje kijken wat je denkt van, daar kan ik een leuk liedje mee schrijven. Oké, nou, zullen we maar weer gaan luisteren naar een liedje? Je hebt wat meegenomen. Waar gaan we naar luisteren, Alexis? Ja, nu iets pittigers. Ik had de Smashing Pumpkins en Jamiroquai. Ik weet niet in welke volgorde ze nu gaan komen. Volgens mij eerst de Smashing Pumpkins. Ja, met zeg maar van Eva Adore. Van het donkere gaan we een beetje naar het lichte. Ja. Maar het zijn allebei wel energieke nummers. Een beetje meer op tempo. En Peter Hesselink, ja, die ken ik al. Ken je die? Die heeft van die best zwoele dingen ook wel. Ja, heel charmant is die zo. Duidend, ja. Zwoel inderdaad. Maar het was. Het is dat Springlife, heet dat festival. Ik weet het, Games, ken ik niet. Dat is in Amsterdam in een jongerencentrum. Was dat elke maand.